Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van weerblazen.nl. De satellietfoto laat een scherpe wolkjesband zien, die over Limburg nog ligt, maar over de rest van het land niet meer. Uit die bewolking viel vannacht regen, maar die neerslag is dus inmiddels aan het wegtrekken. Dat betekent dat we vanochtend een flinke zonnige periode hebben en het wordt snel ook in Limburg droog. Temperatuur aan het einde van de ochtend 9 graden, vanmiddag is het dan 10 naar 11 graden en ook dan houden we een flinke zonnige periode en slechts een paar wolken. In het noorden waait een stevige wind. In de rest van het land staat weinig wind, dus het is eigenlijk schitterend weer. Vanavond gaat de wind afnemen, want een hoge drukgebied trekt vannacht over het land. Het wordt een koude nacht met aan de grond hier en daar vorst. Verder kan er ook mist ontstaan en daar kunnen we morgenochtend nog last van hebben. Morgen de rest van de dag van tijd tot tijd zon, maar ook wolkenvelden. Heel lokaal kan een spatje vallen. Op de meeste plaatsen blijft het droog. En de wind die trekt in de loop van de dag weer aan en komt uit het oosten. Woensdag en donderdag is de kans op lichte regen wat groter, maar verwacht geen verregende dagen. Er zijn wel meer wolkenvelden en de zon die breekt slechts sporadisch door. Vrijdag en het weekend zien er wel weer droog uit en dan gaat de zon weer vaker schijnen. Smiddags is het steeds een graad of 10. Ik ben Michiel Severin van WEplaza.nl.